Wat zijn we mooi, ja. Wat zijn we mooie kind. Nou, dat kan iedereen wel lezen. Toch? Een heel, weer mijn kettingen vergeten. Nou ja, haal ik straks wel weer op. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Ja, zeker. En ik weet al waarom ik het vergeten ben om ze om te doen. Omdat er twee lastig waren. Ja, en dan zit je hoofd weer bij iets anders. Maar het maakt niet uit. Nee hoor, ik heb het wel heel erg druk. Het is trouwens vandaag ook dinsdag 24 november en we leven alweer om 14:50, dus bijna 3 uur. Ja, nou dan vlieg ik zometeen even naar boven weer, wederom, om mijn kettingen om te doen. Zover ik weet zou Sandra komen. Ik ben bezig kaarten te schrijven, ik heb een bak koffie voor mijn neus. Dus het is koud buiten, er is niks aan en ik heb de droger al draaien. Ja, ik heb nog niet stil gezeten. Ik zit nou pas even. En ik heb ook een kerstornament voor mijn raam gezet boven de slaapkamer. Eentje niet, ik zou er twee neerzetten. Nou, die andere is de slang van kapot. Nou, dat vind ik leuk niet. Is niet leuk. En nou zit er iets te blaren in de gang van ik heb mijn eten klaar. Ik wil weer de kamer in, want het droger draait en daar ben ik bang van. En dat is skandaal. Wacht maar even. Want ik moet toch zo die kant op om mijn kettingen te halen. Nou, oké. Komt goed. Ik wens jullie natuurlijk een hele liefdevolle dag toe. Namens Rijka en namens Elwing. En namens die zeurpiet, Gandalf. Ja, dat is een zeurpiet. Echt een zeurpiet. En waar de dames zijn, ik geloof eentje op de bank. Ja, daar ligt ze. En de ander hoor ik, die ligt daar. Hallo, Elwing. Elwing. Hallo. Hi. Hé meisje, wat ga je doen? Wat ga je doen? Hé. Hey. Wat zijn we mooi, ja. Wat zijn we mooie kind. Maar die is ook mooi. Ja, die ligt er zo lekker bij. Hé, hey, ja, die ligt er zo lekker bij in een kringetje op dat kussentje. Ja. Oh, goeie zie toch, hè. Ja, je bent ook lief, hoor. Ja, allemaal lief. He? Nou, en ik heb soms al licht aan moeten doen, want dan zie je zo wat niks meer. Zo donker is het in huis, maar ook donker buiten. Het is grauw, grijs, vies. Ja, het is wel droog, maar het is grauw en grijs en niks aan. Nee. Hè, Alwin? Nee, hè? Ja, ik, vrouwtje, komt zo. Ik kom er zo aan. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag zoals hij bij jullie is. Ja, ik hoop dat alles goed gaat aan die kant. En ik zou zeggen, we spreken elkaar straks hopelijk wel weer. Ik moet ook nog weer naar Big Bazaar terug, wat terugbrengen. Maar ja, ik weet niet hoe laat Sandra komt. Dus ja, we zijn maar wachten. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Oh, het wordt donker. Even licht eraan. Kijken of dat helpen wil. Nou, het helpt altijd beter dan helemaal niks. Ik kreeg via de post, trouwens eerst even heel andere dingen. Sandra is al geweest. Ik ben nog steeds bezig druk te schrijven met kaarten. Maar ja, dan krijg je, ik moet even pauze houden ook iedere keer vanwege mijn artrose. Ik ben rechts en ik heb het in mijn rechter gedaan. Dus ja, dan moet je toch pauzeren. Karen die heeft gebeld en ik kreeg post. Post waarvan ik weer tranen moest laten. En dan zeg ik bedankt lieve Gea. En ik zal je ook taggen bij deze vlog.
ook jouw naam komt erin voor. Lieve Gea, nogmaals, ik kreeg een hele prachtige mooie kaart. Nou, dat kan iedereen wel lezen. Toch? Ja. Nou, dan doen we hem open. En dan mogen jullie weer gewoon alles proberen te lezen van die pagina. Zo bijzonder, dat is een oude foto van Ikke. Even zien hoe ik dat hebben moet. Ja, zoiets. Lees je eerst maar. En dan zit de film nog stop. Kan ook. En dat is de omslagfoto van de groep momenteel. Ja. Hoe bijzonder. Gea, dat is onze nieuwe moderatrice. De nieuwste die we erbij hebben. Lieve schat, wat ontzettend enorm lief van jou. Ik had de tranen weer in mijn ogen, want ik draaide me helemaal weer af en zo zat ik. Ja, helaas kan ik niet navragen aan mijn bezoek die er was. Want mijn begeleidster was er en die sprak even verder met Karin, mijn dochter. En die ze zegt, ja, nou slaat ze de hand voor de mond en ze draait erom, tranen in de ogen. Dus ja, echt zo bijzonder. Ik had dit nooit verwacht en durfde te dromen. Lieve schat, ook hou ik van jou. Je hebt een plekje bij mij in mijn hart. En ja, je zal er zelf uit moeten stappen. En als je daaruit stapt, ja, dan ben ik zo, dan kom je er ook niet meer in. Meestal niet. Of ik moet vergevensgezind zijn. Af en toe ben ik dat wel eens. Dat gebeurt wel eens. Maar dan valt de reden wel mee wat je gedaan hebt. Dus ja, ik ga deze een mooi plekje geven. Hij komt eerst even op tafel te staan. Zo, zo bijzonder. Dank je wel, lieve Gea. En uiteraard, ja, de vlog komt ook naar jou te noemen. Dank je wel, Gea. Ja, een dag dat ik met kaarten bezig ben en mijn begeleidster. En dank je wel, Gea. Ja, helemaal top. Lieve schat, love you.